Dames, even voor mij. Wat willen jullie precies leren? De barracuda. En jullie willen hulp van? Noortje en Brechtje. Nou, kijk eens. Wie daar liggen. Hé, hey, dames. Hi. Hallo. Broen, Sepport, hallo Noortje. Hé, hey, Brechtje. Noortje en Brechtje zijn Nederlands kampioen synchroonzwemmen. Zo gek is dat niet. Want als tweeling voelen ze elkaar namelijk haarfijn aan. Ze trainen nu keihard voor een grote droom. Namelijk de Olympische Spelen. Nog één keer, de barracuda. Ja. Hoe zit het precies? Ja, je begint vanuit onder de wateroppervlakte en dan kom je langzaam omhoog. En uit één rolbeweging ga je helemaal met je benen omhoog en dan kom je uit een verticale lijn uit. Wat gaat er bij jullie dan precies mis? Ja, we gaan vooral over onze rug en zo, de bekkenkant. De rug komt omhoog in plaats van de benen. We gaan heel erg rollen. Ja. Ah, hoe gaan we dat als eerste aanpakken? We hebben eerst een oefening hier op de matjes hierachter. Ja. Beter ook. En daar gaan we mee beginnen. Droog oefenen. Ja. We hebben hier elastiekjes. En je doet straks allebei je tenen in deze grote lus. En dan maken we deze afrol. Hetzelfde als in het water straks. En helemaal de rechte lijn aanhouden. Dit hebben jullie nooit eerder gedaan, hè? Nee. Oké, dus deze elastiek mag je om je grote teen. Om je grote teen. En dan goed de voeten strekken, knieën strekken. Met je neus naar je knieën. En dan ga je de afrol maken. Gaan we kijken hoe het gaat de eerste keer. En ja. 1. Ja, goed zo. En dan mag je omhoog kijken met je hoofd. Ja, echt goed dat je deze stuwing maakt. Want die hebben we straks in het water ook nodig. Dus dat mag jij ook een beetje doen. Zijn je nou stuwing? Stuwing? Stuwing, ja. In het water stuwen wij om onszelf boven te houden. Dan duw je eigenlijk het water weg waardoor je omhoog gaat. Ja. 1. Dus, ja, bijna. Want jij gaat nu helemaal over je neus. Dus je gaat helemaal eroverheen. Probeer goed iets in eraf te stoppen. 7, 8, 1. Goed zo, goed zo. Uitstrekken, uitstrekken, uitstrekken. Ja, netjes. Goed zo. Ik denk dat we klaar zijn om het water in te gaan. Ja, ga in het water. Ja. De oefening die we nu gaan doen is dat je met je benen helemaal tegen de muur aankomt. Dan trekken wij met jullie benen helemaal omhoog. En dan mogen jullie dezelfde rolbeweging maken die we daarnet ook deden. Nee, het was goed, alleen je mag met je rug proberen helemaal tegen de muur aan te blijven. Jij mag ook met je rug helemaal langs de muur afgaan. Probeer voor je gevoel zo ver mogelijk naar achteren te duwen. 3, 2, 1... Ja, deze was echt veel beter. Goed zo. Dus we gaan hem los doen in het water. Nou, hij was bijna recht, dus dat is goed. Alleen ik zie dat je eerst je rolbeweging maakt en daarna je armen pas doet. Maar dat mag tegelijk. Goed zo, deze was heel goed. Een klein beetje naar die kant, hè. Dus dit stukje, die mag je recht houden. Ja, veel beter. Voel je ook dat je nu helemaal recht bent? Ja. Ja, super netjes. Dames, wat doen jullie nou anders? Beter spannen en afrollen. Kleiner in je hoekje liggen. Ja. We gaan het synchroon doen. En niet met z'n tweeën, maar wij komen erbij. Dus we gaan met z'n vieren doen. Ja, goed hoor. Ik denk dat we wel klaar zijn voor de finale op muziek. I'm going to see especially the lines of the body. Yes? Yes, zie, zie, zie. Heb je nog tips voor hun? Alle puntjes die we hebben gedaan, in één keer goed laten zien in één barracuda. Zijn jullie er klaar voor, meiden? Dan gaan we de muziek aanzetten. Ja, is mooi. Is goed, hè? Is goed, hè? Perfect. Ja, mooi. Mooi. Goed gedaan. Hé, hey, bedankt de toppers maar even. Ja, goed zo. Goed gedaan. Goed gedaan. Toppie, toppie, toppie. They have made a very good improvement. Yes. And they have now really, really nice lines. Ja, jullie hebben heel goed gedaan.